Kijk, hier zie je een opdracht. Een van de opdrachten die je ook kunt vinden op de website bij het basisboek. Het lozingsprobleem. En het aardige van dit voorbeeld is hoe je kunt zien hoe je met eenvoudige middelen eigenlijk een klassiek probleem, gewoon een berekening, kunt veranderen in een opdracht die opeens heel veel met duurzaamheid te maken heeft. Het is een heel aardig voorbeeld. Moet je kijken. De studenten krijgen de volgende gegevens. Er is ergens een fabriek en die maakt PVC. En daarbij lozen ze afvalwater in een rivier met een bepaald debiet, uitstroomsnelheid, van zoveel liter per minuut. Nou, er komen nog allerlei andere gegevens bij, dat is om studenten in de war te maken, zodat ze in de verplichting krijgen om de relevante gegevens eruit te filteren. Hè? Een goede opgave doet dat. Maar goed, in ieder geval, dan op een bepaalde tijd, dan constateert men methylkwikethanolaat in het afvalwater met 3 ppm, parts per million. Dit is echt gebeurd overigens. Dus dit is een realistisch voorbeeld. Het is gebeurd in Minamata in Japan. En daar zijn doden bij gevallen. Dus het is een ernstig ongeluk dit. Ik geef nog even de structuurformule van dat spul. Dat hebben ze helemaal niet nodig, maar dat is dan gewoon voor de aardigheid. Om ze in de war te maken, zeg maar. Daar krijgen ze nog wat gegevens. Op een bepaalde tijd begint de sluitklep van die loospijp te sluiten. En dat is een grote klep, dus die doe je niet in één keer woep, dicht, want dan gaat die kapot. Dat heeft even een paar minuten nodig. En tijdens het sluiten heeft het debiet een sinusvorm. Dus het ziet er ruwweg zo uit. Dat zijn de gegevens. Nou komen de opdrachten. Opdracht 1. Hoeveel gram van dat spul is minimaal geloosd? Nou, hoe doe je dat? Jullie zijn, althans een deel van jullie in ieder geval zijn techneuten, moet je kunnen. Hij is niet zo moeilijk. Ja, het is een kwestie van die oppervlakte berekenen, hè? En dan moet je nog vermenigvuldigen met een concentratiefactor en zo, nog wat dingen, maar daar kom je dan wel uit. Dus die studenten, en het aardige is als je dit doet met een groepje studenten die samen hiermee bezig zijn, 8 studenten of wat ook, dan zet je die aan het werk en je bent er als begeleider bij en dan zie je ze, ha, die hebben we. Nou, dan gaan ze dus in de winning mood naar de volgende vraag. Nou ja, dezelfde vraag. Kom, we gaan weer rekenen, denken de studenten. Ja, maar dat is niet zo. Wat is er aan de hand? Ja, het is geconstateerd op een bepaalde tijd. Maar ja, hoe lang was dat al bezig? Nou, en daar zie je dus de studenten mee worstelen. Dat is leuk, joh. Dat moet je doen. Dan zie je ze echt bezig van, ja, maar dat kan toch niet? We moeten toch een antwoord geven? Nou, weet je wat? Laten we dan eens aannemen dat het begon om... En dan zeg je, hoe weet je dat? Ja, ja, dat weten we niet, maar we moeten... Nou, goed, afijn. Dat duurt even voordat ze dus tot de conclusie komen dat het enige juiste antwoord is... Weet ik niet. Verrek, dat weten we gewoon niet. Weet je nog, een van de competenties net in dat Vestiair-model, omgaan met onzekerheden. Nou, dit is er één, hè. Wat is er gebeurd? Vraag C. Wat is er gebeurd tussen 12, 31 en 38? Ja, wat zou daar nou eens gebeurd zijn? Je zou zeggen, het is zo simpel. 12 uur 31. Iemand ziet dat, drukt op een knop en die klep gaat sluiten. Maar dat is niet zo, want er zitten 7 minuten tussen. Wat kan er nou eens gebeurd zijn? En dit is leuk, want wat studenten nou gaan doen... Natuurlijk gaan ze eerst samen overleggen, maar vervolgens, en ik heb het meegemaakt, dan besluiten ze samen van, nou weet je wat, als jij nou eens met de gemeente belt, dan bel ik een chemische fabriek en dan vraag ik naar het rampenplan en, nou, afijn, enzovoort, dan komt er een taakverdeling in. En dan gaan ze allerlei dingen doen om dat uit te zoeken. Dat is leuk, joh. Daar leren ze geweldig veel van. Nou, en dan de laatste vraag. Ik zie je lachen, maar je zal er zitten. Ja, nu komen natuurlijk alle mogelijke aspecten naar boven. Hè? Van ja, maar wacht nou even, de persvoorlichter. Als we de persvoorlichter zeggen dat hij zijn kop houdt, of dat hij onware dingen gaat zeggen. Ja, maar als er dan doden bij vallen, dat kan het einde van ons bedrijf zijn, joh. Ja, maar als hij het wel zegt, als hij gewoon openlijk vertelt wat er gebeurd is. Dan zal je de bevolking ook horen. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, dus er zitten kortom allerlei aspecten aan vast. Aspecten van bedrijfscontinuïteit, van geld, van ethische aspecten. Ga maar naar. Nou, dat is erg aardig om de studenten daar in een groep mee te laten worstelen en ze dan tot een besluit te laten komen. En dit is maar één voorbeeld. In verband met de tijd laat ik de rest van de voorbeelden even zitten, maar ik raad je aan om eens gewoon bij die opdrachten te gaan neuzen. Je komt van alles leuks tegen. Een andere opdracht...
uit het basisboek gaan we doen tijdens de workshop. En daarmee heb ik volgens mij een heel mooi bruggetje geslagen naar wat jij wilt gaan doen.